Ja, het is weer die tijd van het jaar dat we met z'n allen weer voor die klerenkast staan en denken van oké, wat van de zomermode kan ik nog gebruiken en wat niet. Blijft u vooral kijken, want het antwoord gaat komen van Geert-Jan Kastelein van Kastelein Denim & Fashion in Beek. Hartelijk welkom. Ja, Geert-Jan, wat moet ik uit mijn kast halen van vorig jaar en kan ik beter maar nieuw gaan kopen, want ik ben anders helemaal uit? Ja, je moet dat gewoon gaan kijken. Je moet gewoon naar de winkel gaan en kijken wat wel past en wat niet past. Desnoods neem je het mee en dan ga je kijken. Ik bedoel, sommige kleuren van vorig jaar die kunnen wel en sommige niet. Dus dat moet je toch ook een beetje individueel. Waar heb je het voor nodig? Kijk, het is mode is ook beleving, is gevoel. Kijk, als je naar een bruiloft gaat waar je vorig jaar ook al naartoe of naar in je familie geweest bent. Ja, dan moet je iets nieuws. Dan wil je iets anders. Mm-hmm. Dus ja. Je hebt een aantal foto's meegenomen van de modetrend 2012, zowel voor mannen en vrouwen. Ja. Wat is jouw algemene beeld als je daarnaar kijkt? Nou, wat je ziet is op een gegeven moment is kleur. Variatie, vernieuwing, het anders aankleden dan je gewend bent. En dat maakt ook, de mode is altijd in beweging. Ja. Ook al is het een heel lang proces voordat de mode eigenlijk ontstaat, is het wel zo van jongens dat het altijd wel in beweging is. Ja, kleur is dus het antwoord voor dit jaar. Maar hoe zit het met de modebewustzijn van de vrouw? Dat snap ik. Maar hoe zit het met de modebewustzijn van de man? Wordt steeds beter. Je ziet op een gegeven moment dat de kleuren in de herenmode eigenlijk aansluiten bij de damesmode. Was het vroeger zo van jongens, als je dit jaar kleur, ik noem maar roze, geel, wat je nu ziet bij de dames was het eigenlijk een jaar later kwam het er bij de heren een beetje langzamerhand aankomen. Nu zie je op een gegeven moment dat de roze, gele, rode kleuren, groene kleuren, felle kleuren, zowel bij de dames als bij de heren, eigenlijk hetzelfde kleurpalet werken. Ja, je zei net zelf al, mode dat is ook een kwestie van een beetje geduld, want de mode van dit jaar is niet dit jaar gemaakt. Zo werkt het niet, hè? Nee, je moet voorstellen van wij als DTS kopen ongeveer een half jaar van tevoren in. Dus de zomermode die nou bij u in de winkel hangt, die is eind vorig jaar al ingekocht? Die is in augustus, juli, augustus ingekocht. De fabrikant die is er eigenlijk al een half jaar eerder mee bezig om de mode te maken. Dan zit ik al op goed een jaar. Dan zit je om een jaar. Maar dan heb je de stoffen, de garen fabrikanten, de modeontwerpers. Dus het begint eigenlijk met de modeontwerpers, de thema's die gaan die dan maken. Dan praat je zo'n twee jaar van tevoren. Anderhalf jaar van tevoren zitten de garens en de stoffenfabrikanten. Een jaar van tevoren de fabrikant, wij een half jaar van tevoren. En dan komt het pas in de winkel. Dus als ik je goed begrijp, de zomermode 2014 ligt nu op de tekentafel. Ja. Hoe bepaalt dan zo iemand wat de trends zullen zijn in 2014? Want er zitten nogal wat stapjes tussen van mensen die dat wel of niet goed gaan vinden. Ja. Ja, ik bedoel, er zitten heel veel variaties in. Is het de stoffenfabrikant? Is het de fabrikant? Is het de DTS die het oppakt? En dan is het nog uiteindelijk de consument. Maar het zijn maatschappelijke bewegingen. Het is, neem maar als tweedehands kleding. Tweedehands kleding is ook momenteel een item. Een mode item. Het is in. Het is in, maar het is niet alleen zo van doordat ingegeven door de crisis, dat men prijsbewust is dat tweedehands kleding wat meer gedragen wordt. Maar het is ook een maatschappelijk iets en dan wordt het gegeven moment ook opgepakt door modeontwerpers. De modeontwerpers die pakken dat op en die zie je nu ook dat damage spijkerbroeken weer momenteel modern is. Moest het vorig jaar wat cleaner beeld geven. Nu zie je weer dat damage weer mag. Kapotte spijkerbroeken mag weer. Dat is eigenlijk om het, het beeld wat je in de tweedehands ziet. Dat je het eigenlijk zegt, jongens, ja, maar dat heb je al eens een keer. Pakt ook een modeontwerper op om te zeggen van, weet je wat, dat beeld zien we, dat vindt de consument leuk. Dat gaan we ook een thema van maken. Ja, we hebben het voorrecht als de mannelijke presentatoren allemaal door jullie gekleed te worden. Ja. Dus ook dit heb jij ooit eens een keer besloten van, dit ga ik aanschaffen, dit komt in onze winkel terecht. Ja. Wanneer maak je zo'n besluit om dat te bestellen? Want het zijn natuurlijk wel dure besluiten, want dit is maar één centje, maar je hebt er natuurlijk vele malen meer. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we doen het al een tijdje. Ervaring, oké. Kijk, mijn vader is in 1953 begonnen, dus volgend jaar bestaan we 60 jaar. Dus
dat is een bepaalde ervaring. Mm-hmm. Maar je gaat op een gegeven moment ook naar beurzen toe. We gaan naar Italië toe, we gaan naar Berlijn toe. Een hele grote jeansbeurs. Ja, Berlijn is een hele grote jeansbeurs. Maar wat wordt daar dan getoond? De jeansmode echt van het volgend jaar? Ja. En bepalen jullie dan door te kopen wat wel en niet een succes wordt? Ja. Kijk, je moet zien, kijk, je ziet op de filmpje zie je dan de bread and butter. Dat is een van de belangrijkste jeansbeurzen op de wereld. De hele wereld gaat daar naartoe. Daar zie je dan de fabrikanten, de nieuwe fabrikanten, maar ook je bestaande fabrikanten. Die showen dan het nieuwe beeld. Maar niet alleen het kledingstuk op zich, maar ook de beleving wat een merk wil uitstralen. Dus dan, kijk, jij hebt nou een jasje aan van Tommy Hilfiger. Eventjes dus goed zo rechts. Ja, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ja. Nou, Tommy Hilfiger, algemeen bekend in Amerika, maar ook in Europa. Die heeft een bepaald beeld erbij. Mm-hmm. Dus, en dat willen ze dan je laten zien op zo'n beurs. Ja. Ze willen ook gevoel meegeven bij hun product. Ja, maar dat is mode. Mode is een gevoel. Kijk, mm-hmm. Mode geeft je zelfvertrouwen. Mode geeft je vernieuwing. Ja, dat je op een gegeven moment zegt van je kan daar waar je naartoe gaat, daar waar je voor je werk of mm-hmm. voor als je op een gegeven moment op vakantie gaat, kan je laten zien van jongens, ik voel me hier prettig in. Mm-hmm. Ja. Tot slot, 2 jaar van tevoren wordt die mode gemaakt. Dan kun je dus niet alles voorspellen. Heb je hier ook een voorbeeld meegenomen dat volgens mij 2 jaar geleden ze nog niet 100% wisten dat dit zo op de markt zou komen, hè? Nee, maar we hebben het net over hoe wordt mode gemaakt. Maar mode kan ook door diverse variaties gemaakt worden. Kijk, het is een klassieke rally. Dit is een Mille Miglia collectie uit Nederland. Mm-hmm. En Mille Miglia, dat is een hele klassieke rally in Italië. Wordt dadelijk weer in mei gereden. Is er al jaren en vanaf 1953 is dat gewoon een classic rally. Mm-hmm. Gewoon oude auto's. En dat is dan iets wat je zegt van jongens, ja, Italië, iedereen heeft daar zijn beeld erbij. Mm-hmm. En daar is dan een Nederlandse fabrikant, die heeft daar een hele collectie mee gemaakt. Mm-hmm. Dus kijk, zo en zien wordt we, dan toch weer een trend? Dan wordt dan weer een trend, mm-hmm. ja. Maar je ziet dadelijk ook algemene maatschappelijke gebeurtenissen. Zoals Olympische Spelen, EK voetballen. We zijn dadelijk ook, natuurlijk hebben we, de massa gaat dan een bepaald oranje en dan zeggen van jongens, oké. Okay. Dat staat niet meteen in de mode. Maar je ziet dat elke fabrikant daar wel iets mee doet. Mm-hmm. Zeker dadelijk ook met de Olympische Spelen in Londen. Daar gebeuren dat, elke fabrikant gaat daar mee in. Als je ziet ook alleen in sportmerken alleen al, maar ook in onze modemerken zie je gewoon dat gewoon meegenomen wordt. Rood, wit, blauw, kom terug in de mode. Daarom is een cirkeltje rond, want je begon te zeggen met de mode is heel erg kleurrijk dit jaar. Geert-Jan Kastelein van Kastelein Denim en Fashion Week, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio.